Janssen Recycling Boxmeer. Het gratis inleverpunt voor oud papier voor particulieren en bedrijven. Heistraat 2 in Boxmeer. Leuk dat u weer kijkt en welkom bij een nieuwe aflevering van Effe Buurten. Deze week vanaf de markt in Mil. De eerste aflevering deze lente dit jaar. Maar het weer laat ons denk ik een beetje in de steek, want er hangt een donkere wolk boven ons. Dus wij gaan opschieten, we gaan even lekker buurten. Hoef jij niet naar school vandaag? Nee. Wat is het? Hebben de juffrouw een studiedag? Ja. Ja? Waar zit je op school? In Haps. In Haps. Basisschool nog? Of zeg ik nou iets verkeerd? Basisschool. Basisschool. Groep 8 dan toch zeker wel? Nee. Nee? Groep 7. Groep 7. Oh, ik vind het, jij praat echt moeilijk met jouw beugel, of niet? Ja. Heb je hem al lang? Ja. Weet je, ik heb er vroeger ook zo één gehad. Het is een dubbele, hè? Dat weet ik niet. Zit onder en boven, toch? Of niet, moeder? Volgens mij. Ja, een blokbeugel, maar dat is even buurten. Oh, even buurten. Maar dat is toch, is toch vervelend, zo'n beugel, of niet? Een beetje. Een beetje? Nou, ik vond het verschrikkelijk. Maar jij houdt hem netjes in? Of kun je hem niet uit? Ja, kan hem wel. Ja? Moet er ook mee slapen? Ja. Ja. Vindt u er nou van? Ik vind het geweldig. Hij moet hij wou dan zelf graag. Ja, maar het is verschillend. Wat voor een beugel, hè? Ja, dit is een blokbeugel. Ja. En straks krijgt hij misschien nog een vaste beugel. Ja, die kreeg ik daarna ook. Maar ik begon bij die beugel te kwijlen. Oh, nou. Ja, dat is echt een lastig. Dit is van TV Land Verkuik. Maar jullie gaan kaartjes versturen, zie ik. Wij gaan kaartjes versturen. Ja, dat doen niet meer zoveel mensen. Wie ga je een kaartje versturen? Al mijn nichtjes. Al je nichtjes? Ja, niet allemaal, maar die zijn binnenkort jarig. Oké. En krijg jij zelf ook kaartjes als je jarig bent? Ja. Familie vooral? Ja. Ja? En u doet ook wel graag aan kaartjes? Nee hoor, ik ben niet zo van de kaartjes. Nee? Maar je moet af en toe een kaartje hebben voor een verjaardag. Ja. Bij kinderen vooral? Vooral, ja. Okay. En wat ga je nou vandaag nog doen op je vrije dag? Dat weet ik niet. Afspreken of zo? Ja, kan. Kan? Kan. Nou, jij hebt nog niet veel plannen, dat hoor ik wel. Nee. Maar ga je deze ook echt allemaal kopen of ben je nog aan het zoeken? Nee, ik ben nog aan het zoeken. Je bent nog aan het zoeken. Nou, dan zoek maar lekker rustig verder. Ga ik weer iemand anders lastigvallen, goed? Ja? Doei. Wat heb je voor een hond? Wat is het voor ras? Een Ierse setter. Een Ierse setter. Is het nog een jonge hond? Ja, hij wordt 5 dus. Oh. Ah, ik geloof niet dat hij erg gecharmeerd is van Toon. En jij? Heb jij vandaag vrij? Of werk jij al? Nee, ik moet daar nog naar school toe. Welke school zit je? Elsendal. Elsendal. Dus jij hebt de ochtend vrij of zo? Ja. En de rest van het rooster, hoe ziet dat eruit? Nou, vanmiddag proefwerken dus. Oh, is het proefwerken week? Ja. Wat heb je voor een toets? Nederlands en natuurkunde. Welke is het moeilijkst? Natuurkunde. Natuurkunde? Ja. Jij bent niet van de exacte vakken? Nee. Heb je er goed voor gestudeerd? Ja, daar wel. Ja? Dus, wat denk je dat je gaat halen? Ik denk geen voldoende. Ja, waar heb je op ingezet? Een 6? Nou, 5. Ja? Kun je compenseren dan of zo? Hoe werkt dat? Nee, nou, ik heb het een beetje opgegeven met natuurkunde. Daar sta ik niet zo goed voor, dus ik denk niet dat ik daar nog ophaal. En dan? Mag je dat vak dadelijk laten vallen? Of hoe werkt dat? Ja, ik kan volgend jaar profielen kiezen dus. Oké, okay. En welke profielen ga je wel kiezen? Wat ligt jou wel? Natuur en gezondheid. Daar hoort eigenlijk wel natuurkunde bij. Ja, maar dat mag je laten vallen dus. Ja? Ja. Maar wat wil je laten worden of heb je daar nog geen idee van? Ja, iets met gehandicapten dus. In de zorg? Ah, dan heb je die natuurkunde niet nodig. Nee, daarom. Oké. Okay. Nou, succes vanmiddag. Dankjewel. Doei. Doei. Hij heeft het koud. Ja, een beetje fris, hè. Gewoon de wind, koude wind, heeft ze daar last van, hè. Oké, okay, hoe oud is die? 2. 2. Gezellig, even over de markt. Ja. Heb je koekje op de markt gekregen? Hij vertelt echt niks, hè. Is hij altijd verlegen? Nee, niet altijd. Nu komt gewoon door die camera, hè? Ja, dat denk ik. En die microfoon. En de microfoon, is ook eng. Ja, dat is ook eng, hè. Mick, blijf je wel een beetje hier? Ja, hebben we al een keer eerder gehad. Zonder de buurt was het kind weg. Oh ja, dat is ook lastig, ja. En je moet ze wel in het vizier houden, hè. Zijn de plannen voor vandaag nog? Niet veel. Daar ga ik lekker naar huis. Mick, pas op. Mick, kom. Dadelijk naar huis en dan gaat hij nog even lekker slapen? Ja, lekker naar bed. Okay. Dan mogen ze vanavond naar het pannenkoekenhuis. Hè? Oh,
Waarom? Is er een jarig? Nee, met de opa en oma. Oké, ze worden gewoon even verwend. Ja, even gezellig. Maar wie nog meer? Heeft hij nog een broertje of zusje? Een broertje, Siem, gaat ook mee. Zit Siem al op school dan? Ja, die zit op school. Die is 5. Dus... Zit hij op de nieuwe school? Nee, die zit op Sint Maartens school in Nijmegen. Op de Bergen is dat. Ja. Oké. Dus je kan jou niet jouw mening vragen over de nieuwe school? Nee. Over de verkeersveiligheid dan? Kom je daar altijd voorbij? Ik kom daar nooit. Ik kom uit Wilbedoord, dus ik zit aan de andere kant. Oké. Helaas. Ja, nou ja. Ja, moet je toch iemand anders zoeken. Ja, maar het is niet zo. Nee. Het is heel erg druk, hè? Ja, dat vond ik ook. Dus onze aflevering duurt 20 minuten, dus we blijven gewoon 20 minuten kletsen. Ja, oh ja, dan kunnen we de tijd wel vol... Je staat toch op lumpia's te wachten of ja, zo? Ja, op lumpia's, traditie. Voor nu of voor vanmiddag? Nee, voor vanmiddag. Ja? Hè? Hou ze even dan warm je ze opnieuw op? Nee, ja? Gewoon in de oven en dan blijven ze wel lekker warm. Oké. Dus dat komt altijd goed, ja. Hoe is het in Wilbertoort dan? Goed, heel goed. Leuk wonen. Ja? Ja, vind ik wel. Ja. Actief dorp? Ja, heel actief. En van alles. Ja, vereniging, alles. Ben je zelf ook actief? Nou, niet echt heel erg actief. In het verenigingsleven van Wilbertoort? Nee. Komt dat? Ja, ik kom eigenlijk vanuit Mil en ik ben instroom en ja. Ik heb begrepen dat je wel snel opgenomen wordt in het dorp. Ja, dat wel. Nee, je voelt meteen je eigen thuis. Misschien scheelt het ook omdat jouw oudste dus inderdaad niet in Wilbertoort naar school gaat. Dat scheelt, denk ik. Ja. Hoe oud is die? Die is 5. Gaat hij naar speciaal onderwijs? Ja, Sint Maas Kliniek. Dat is een school voor lichamelijke, geestelijke, zieke kinderen. Ja, maar Nijmegen is dan wel een stukje. Is niks dichterbij? Nee. Nee, hij heeft eerst in Vught gezeten, maar dat was alleen de dove school. En nou, Wat is zijn handicap dan? Hij heeft een stofwisselingsziekte. Oké. Ja, dus dan lever je lichamelijk heel veel in. Dat is toch erfelijk? Ja, dat is erfelijk. Nee? Gaat hartstikke goed met Mick. Wat een geluk, want daar is hij dan ook meteen op getest, denk ik. Pas toen hij op een gegeven moment heeft hij zijn enkel gebroken gehad. En toen hebben ze hem... hij ging haast niet lopen, dus toen hebben ze even controle gehad. Ja? Want een stofwisselingsziekte, is dat die met die hielprik eruit gehaald wordt? Nee, dit is van Energy for All. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Ja, dit is een energiestofwisselingsziekte. Ja, dit is een erfelijke aandoening. En dat is ook pas nu eruit gekomen bij ons in de familie. Dus dat, maar hebben er meer kinderen, familieleden last van dan? Nee, alleen in mijn gezin eigenlijk. Ja. En is het van jouw kant drager dan? Ja, van mijn kant. Broer en zus zijn ook drager. Ja. Maar mijn broer heeft geen kinderen en mijn zus wel. En dat gaat gewoon ook goed. En hoe lang geleden zijn jullie er dan achter gekomen bij je oudste? 2,5 jaar geleden. Ja. Hoe lang moet de dokter voordat ze erachter kwamen? Hij kwam... ik dacht dat hij slecht hoorde. Ja. Maar ze dachten eerder dat hij ADHD kant op ging. Ja. Wat ze heel vaak al denken. Ja. En toen hebben we een hoortest gedaan. En toen bleek hij 50 decibel verlies te hebben. En een jaar later was hij doof. En toen gaan ze kijken van, waar komt hij vandaan? Nou ja, en toen hebben ze onderzoek gedaan. En daar kwam dan uit dat hij een stofwisselingsziekte had. En wat is de prognose dan? Ja, de kinderen die stofwisselingsziekte hebben, is altijd lastig. Er zijn maar weinig patiënten in Nederland. 50% van de kinderen haalt het 10e levensjaar niet. En degene die het wel redden, haalt 70% de volwassen leeftijd van 16 of 18 niet. Je vertelt het heel rustig, maar dat is ook een heel zwaar nieuws. Ja, het is een heel zwaar pad ook wat je moet lopen. Je bent ook heel veel in het ziekenhuis en je bent ook heel veel dingen aan het doen met hem, continu. Je leeft continu in. Vanaf het moment dat hij slechthorend werd, heeft hij 2 implantaten gekregen. Een rolstoel, want lange afstanden wordt moeilijk. Slaat heel veel, is heel veel moe. Hoe communiceert hij met zijn broertje? Met de implantaat. Hij heeft gewoon de taalspraakontwikkeling tot 2,5 gehad. Ja. Toen heeft hij met de 3,5 zijn implantaten gekregen. En toen is hij toch wel weer gewoon gaan praten. Ja. Maar we hebben gebarentaal. Dus, kan Mick, heet hij, hè? Ja, die kan dat ook? Ja, die begint nu ook. Dat is dan wel weer heel knap. Ja, en leuk om te zien. Maar die kinderen die gaan heel snel. Ja. Voor ons is het veel moeilijker. En opa's en oma's nog moeilijker. Ja. Ja, maar hij kan heel goed... Siem kan goed praten, dus en liplezen kan hij perfect. Dus op zich kan hij het wel ontvangen, hoor. Als het rustig is om hem heen. Maar hij moet gewoon meer moeite doen dan wij. Ja. Nou, dan wens ik jullie heel veel sterkte voor de toekomst. Dankjewel. Ja. Positief blijven. Ja, dat moet je zeker, hè? Ja, ja inderdaad. Dat gaan we ook doen. Goed zo, fijne dag nog. Hey, dankjewel, succes ermee. Doei. Hang jongeren op de markt. Ja, hoe kan ik maar eten halen? Hoef je niet in school dan? Nee, we hebben proefwerkweek. Oh, dat hoorde ik net ook al. Zitten jullie ook op het Elsendaal? Nee, we zitten hier op het Malet. Oh, is dat gewoon overal tegelijkertijd, proefwerkweek? Maar het is wel een gezonde kraam waar jullie staan. Nou wel. Ja, wat gaan jullie halen dan? Ik wil misschien een paar puddingbroodjes.
Lekker. En hoe laat is het proefwerk? 11:45. Welk vak? Mens en natuur. Mens en natuur. Alle drie? Ja. Is dat moeilijk? Niet zo. Vertel eens, waar gaat het over? Dit blok? Over stroom? Ja. En elektriciteit. Ja? Ja. Ligt jou dat wel? Ja. Ja? Ja. En de rest van de week? De hele week proefwerken? Nee, ja. En Engels en wiskunde en mens en maatschappij en al die dingen. Want hoeveel jaar zijn jullie dan? Tweede. Is het moeilijk? Valt wel mee. Valt wel mee? Ja. Weet je wat je later worden wil? Nee. Jij? Ik ook nog niet. Jij toch zeker wel? Nee. Helemaal niet? Heb je geen idee? Puntschepper. Wat zei je vroeger dan? Want vroeger, als je klein bent, dan weten kinderen altijd alles wat ze willen worden. Politie vroeger. Ja, zei je politie? Ja, vroeger, maar nu niet. En waarom ben je nu inderdaad dan afgehaakt? Ja, een beetje saai. Saai lijkt me wel een spannend beroep. Ja, dat wel. Maar, wow. Nou, politie is voorbij. Wat had jij vroeger voor een keus? Nee, dat weet ik nog niet meer. Brandweerman, piloot. Zoiets. Ja. Maar je hebt helemaal geen idee welke richting je in wil? Ja, iets met elektriciteit, denk ik. Ja? Wat doen je ouders? Papa werkt bij Dichterbij. Ja? En mama. In de zorg dus? Ja, en mama die werkt bij Met Meubels. Oh. Is de rol een beetje omgedraaid bij jullie in het gezin? Ja. Ja, heb je een echte zorgpapa? Nee, niet echt. Nee? Ja, hij werkt daar wel, maar... Ja, maar doet hij daar een administratieve functie of werkt hij echt in de zorg? Ja, wel echt in de zorg. In Uden. Volgens mij heb je dan een hele zorgzame papa. Dat wel. Ja. En jouw ouders? Eén is postbode en de ander bakker. Hey, kijk eens aan. Ja. Nou ja, en jij hebt niet zoiets van, ik wil ook bakker worden of postbode? Nee. Nee? Nee. Ook nog geen idee welke vervolgopleiding? Ja, misschien architect, maar dat heb ik allemaal niet. Oh, daar kunnen we goed geld mee verdienen. Ja. Toch? Ja. Is het wel belangrijk dat we veel geld gaan verdienen of vinden jullie dat niet belangrijk? Dat wel. Ja? En dan, waar wil je later dan gaan wonen? Dat weet ik nog niet precies. Want komen jullie alle drie uit Mil? Nee. Ik wel en hun. Hij heet Stuurbert en hij heet Beers. Het Beers? Oké. Lekker dichtbij, ja. Lekker dichtbij, ja. Nou jongens, veel succes deze proefwerkweek. Ja. Puddingbroodje erin en gaan met die banaan. Ja? Ja? Doei! Met wie bent u op pad? Met mijn moeder. Met moeders? Mijn dochter en mijn kleinzoon. Oh kijk, en die gaan er vlug vandoor. Precies, ja. Nou, gezellig toch? Ja, inderdaad. Heeft u het koud, mevrouw? Nee. Want u zit wel heel dik ingepakt. Ja, tuurlijk. Want de lente is al begonnen, hè? Ja. Dus dan mogen eigenlijk de mutsen en de handschoenen weer de kast in? Ja, maar dat doe ik niet. Dat doet nee. Ze niet. Nee, maar ja, dus in een rolstoel zitten lijkt me wel kouder als ze erachter lopen. Ja. Ja, absoluut. Hoe gaat het met u? Goed. Ja? Woont u nog zelfstandig? Ja. Ja? Dat is toch fijn? Vertel maar, waar gepast in de krant het gestaan? Heeft u in de krant gestaan? Waarom? We zijn opa en oma geworden. Van een achterkleinkind. Opa en oma van een achterkleinkind. Vierde generatie. Ja. En een jongetje of een meisje? Alle twee. Een jongen en een meisje. Oh, van een tweeling? Nee, niet een tweeling, maar van twee kleindochters. Oh, echt waar? Ja, 3 weken achter elkaar. Goh, dan wordt de familie flink uitgebreid. Ja. Dat is toch mooi om te zien, of niet? Ja. Prachtig. Maar even kijken, want u zei dus, van wie waren die kindjes dan? Van een kleindochter en nog een kleindochter. Nog een kleindochter. Ja. Is dat die hier net voorbij schoot? Nee. Oh, wel in de krant en niet op tv. Zijn niet in de krant, de andere dochter. Die woont in Barneveld. Oh, echt waar? Ja, die had een kleindochter en mijn dochter had dan een zoon. Ja. Is dat de eerste? Ja, van allebei. Bent u dan ook voor de eerste keer dus oma? Voor de eerste keer oma geworden. En, hoe voelt dat? Ja, heel fijn, heel graag, heel gek, maar ook heel leuk. Ja. Had ze u verteld toen de bevalling begon? Wist u het? Ja. Heeft u toen echt op hete kolen gezeten? Of hoe heeft u die dag ervaren? Heel zwaar, heel moeilijk. Ja, want je weet toch wat er gaat gebeuren. Dus en heel spannend van wanneer... Wanneer komt het nou? Komt het duurde het lang? Of, Nee, op zich wel heel snel. Allebei eigenlijk heel snelle bevallingen. Dus, dus dat wel, maar het is toch wel heel spannend, ja. Maar het is dus nog een heel kleintje, want ja, wij mogen niet kijken, hè? Nee, 7 weken en de andere is nu 4 weken. Wordt 4 weken. Dus zij zit nog met haar zwangerschapsverlof? Ja. En gaat u straks oppassen? Ja, 1 dag. Structureel. Welke dag wordt het? Dat is nog de vraag, maandag of woensdag. Ja, want heeft u ook nog werk daarnaast? Ja, putspeelzaal. Putspeelzaal? Ja, nou, zit in het putspeelzaal wezen. Is het daar nu wel toevertrouwd? Ja, dacht ik al, ja. Welke putspeelzaal werkt u?
Voorheen was dat hier een mil, maar die is gestopt. Dus ja. Nu ben ik zelf putters gaan opvangen thuis. Ja. Ja, 5 putters per dagdeel. Poeh, best zwaar toch? Nee, nee. Meer tijd als dat is zeker het max wat mag. 5. Ja, mag je niet. Ja, ja. En dan doe ik hetzelfde als op een putsperzaal. Dus ja, okay. Is heel leuk om te doen. Maar dat was van Ikke dan toch? Niet. Daar heb ik gewerkt, ja. Maar daar ben ik gestopt. Maar u bent gestopt of zijn ze allemaal gestopt? Nee, putsbazaren zijn helemaal gestopt inmiddels. Ja. Ja. Dus ouders vroegen iets anders. En zijn via Roos, gastouderbureau Roos, de vraag van voor putters op te vangen. Van waar zou dat kunnen? En zo. Maar nou heeft u in één keer al die hummeltjes dus in huis? Ja, 5. Nou, van de 9:15 tot 12:15, maar het is heel gezellig. Ja. En dan zet het ten op z'n kop, denk ik. Nee, valt toch aan mee. Ja? Ja. Ja. Het is toch ook een beetje gestructureerd, want je doet een beetje hetzelfde als een putsbazaar. Ja. Dus ook het vrij spelen, maar ook wel een gestructureerde activiteiten. Ja. Samen leren, samen spelen, hè? Samen delen. Ja, maar ja, u heeft die ervaring natuurlijk, maar ik denk niet dat elke gastouder dat doet. Nee, 2 gastouders hier in Mel die dat mogen doen. Ja. En in de gemeentemel zit in ieder dorp een gastouder die dat gaat doen. Oké. Ja, maar het is superleuk. Want het is niet zo dat iedere gastouder waar dan ook structureel dat soort dingen hoeft te doen, toch? Het is opvang. Het is echt een peuteropvang om de voorschoolse activiteiten zeg maar een beetje bij te brengen. Ja, het zal. Waar haalt u dan de materialen vandaan? Ik had zelf nog heel veel. En heel veel mensen, toen die hoorden dat ik dat ging doen, kwamen allemaal met spullen van wil je nog wat, wil je nog wat? Ja. Dus en ik wist wel een beetje wat we nodig hebben. Ja. Want er komt dan ook een stukje educatie bij kijken. Ja, ja. Maar maakt het wel uitdagend. Heel uitdagend, ja. En de peuters, dus dat is van 2 tot 4? Van 2 tot 4 jaar, ja. En daarna gaan ze naar de basisschool, dus. Ja. Ja. En hoeveel ochtenden deed u dat? 2 ochtenden. En de andere die dat doet, de andere gastouder doet het 4 ochtenden. Maar de bedoeling is dat ik dat ook uit ga breiden, zowel als er meer peuters zijn. Dus, Hoe zijn de reacties? Heel enthousiast. Ja? Ouders zijn heel enthousiast, kinderen zijn heel enthousiast. Ja, ja en wij als leiding ook. Dus super. Nou, super. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga lekker verder, want het begint goed te waaien. Ja, precies. Het wordt moeders lekker naar binnen. Ja, precies. Ga lekker koffie drinken en visje eten. En geniet van de kleinkinderen. Dat gaan we zeker doen. Nee, groetjes hè. Doei. U heeft een lekker stukje kaas gehaald? Geitenkaas. Geitenkaas? Ja. En waarom kiest u voor geitenkaas? Toch net iets gezonder is dan normale kaas. Ja? Ja. Ook minder vet? Dat weet ik niet. Nee? Geen idee. Waar zit het gezonde dan in? In de bereiding van vetten en de samenstelling. Omdat vanuit normale... Ik kan u niet helpen hoor. Ja, ja ik ben er niet zo goed in. Maar het is wel gezond. Het is beter dan normale... Maar het is niet dat u een koemelkallergie heeft of zo? Nee. Maar juist vandaar zit in van die melk eigenlijk, dat er meer van die lactose in zit. Ja? En zit eigenlijk in geitenkaas zit daar wat minder in. Oké. En is geitenkaas goedkoper of duurder? Nee, dat maakt niet zo veel uit. Nee. Oké. Nee. Dus dit is wat lekkerder. Dus u let wel echt bewust op de voeding? Ja, zoveel mogelijk. Ja? Ja. Verse producten? Ja, toch wel. Ja? Ja, een enkele keer niet, maar... Heeft u ook wel gewoon ongezonde eigenschappen? Ja, heeft iedereen toch. Ja, die heeft iedereen wel. Ja. Ja. Nou ja, er zijn er die inderdaad wel heel gezond leven. Want sport u veel? Ik probeer 2 keer in de week te sporten, een uurtje. Of wat doet u dan? Wat doet u dan voor sport? Ja, ik doe aquafitten in 3 kwartier. En om mijn lichaam een beetje bewegelijk te houden is een beetje... cardio fitness, zeg maar, om toch mijn spieren een beetje los te houden. Ja, en dat werkt dus goed? Ja, maar langer kan ik het niet volhouden. Of niet? Nee. Voor mij heb ik gezondheidsproblemen. Oh, u heeft een gezondheidsprobleem? Ik heb ondanks die geitenkaas toch een gezondheidsprobleem? Oh, dat maar dat is meer op een fysieke deel. Ja? Dus, okay. Maar dan is sporten misschien inderdaad juist extra belangrijk? Ja. Maar aan de andere kant ben ik al vaak weer te moe. Eigenlijk om dat te gaan doen. Ja? Heeft u wel werk daarnaast? Ik zit nu in een reïntegratietraject. Ja? Dus ik heb nu de ochtend vrij. Omdat ik 's middags of eigenlijk naar huisarts moest gaan. Ja? Dus denk ik, dan kom ik toch hier. Ja. En dan vanmiddag moet ik weer in de reïntegratietraject. En wat houdt dat in, dat reïntegratietraject? Waar gaat u naartoe reïntegreren? Nou ja... Of is dat nog niet bekend? Het is herplaatsen weer. Ja. Ik werk bij IBN. En juist voordat de fysiekeheid niet meer ging. Dus gaan ze nu kijken van jouw
wat je wel kan. Wat je kan. En die kan eigenlijk, maar wat heeft u altijd gedaan dan? Ik heb altijd schoonmaak gedaan en koffieautomaten schoonmaken. Okay. En dat was leuk werk. Alleen door de fysieke problemen met je lichaam eigenlijk ging dat niet meer. Nee. Dus wordt dan nu allemaal... opnieuw bekeken. Ja. Ja, het is eigenlijk al bijna rond, denk ik al. Alleen, ik ben niet altijd blij met het resultaat. Niet? Nee. Waarom niet? Nee, het is niet echt mijn passie, dat eigenlijk ook niet. En, waar komt u dan terecht, denkt u? Nou, het is toch eigenlijk, ik had eerst een beetje meer vrijheid en dat wordt nu eigenlijk gewoon beperkt. Ja. En, zo wordt u beperkt in uw gezondheid en beperkt in uw vrijheid. Ja, hoe kritisch willen zijn, hè? Eigenlijk. Maar ik hoop wel dat u iets krijgt wat ook inderdaad naar uw zin is. Ik heb wel meer vanzelf doen eigenlijk. En ik heb toch inderdaad mijn eigen manier van doen ook. Ja. En gewoon blijven doen. Door. Ja. Ja, dat is ook nog iets van... Het is niet meer van zoals ik het eigenlijk graag wil zien natuurlijk. Ja. Maar je bent maar werknemer, hè? Ja, klopt. En nog meer niet. Dus. Goed duidelijk maken wat uw eigen wensen zijn. Dat is gebeurd, maar dat gaat niet door twee deur. Dan wens ik u in ieder geval heel veel succes. Oké, dank u wel. Goed zo. Ja. Oké, dag. Dit was het weer voor vandaag. Effe Buurten vanaf de markt in Mil. Ik hoop dat u volgende week weer kijkt. Tot dan en een heel fijn weekend.